Goedemorgen, welkom in deze dienst. Fijn om jullie allemaal in de Havenkerk te mogen begroeten. Welkom kijkers en luisteraars die online met ons verbonden zijn. Even wat informatie over de volgende diensten. 28 augustus is de start van het seizoen een jeugddienst, waarin Sam Jongsma weer bij ons is en de dienst gaat leiden. En 4 september hoopt Krijn de Jong weer bij ons te zijn. En vanmorgen na de dienst is er weer gelegenheid om koffie te drinken. De collecten zijn vandaag bestemd voor kerk en landelijke kassen. De collecte is weer bij de uitgang. Even wat opmerkingen bij de voorbeden. We mogen danken met Teun, die vandaag zijn 70ste verjaardag mag vieren. Hij is dankbaar dat God hem en de zijnen tot nu toe bewaard heeft. En we bidden om zijn zegen voor het nieuwe levensjaar. En nou, dus de Teun. En ik wil ook nog even van de gelegenheid gebruik maken. Ik wil je ook nog even speciaal naast dit heugelijke feit natuurlijk bedanken voor al je inzet die je doet voor de Havenkerk. Dat is echt overweldigend. Zaterdagavond laat krijg je vaak nog mailtjes van Teun die dan nog vol bezig is om allerlei zaken te regelen. Dus hartelijk dank daarvoor. En het volgende onderwerp, dankbaarheid en zorgen, zijn er ook bij Erik Jan, Danielle en de kinderen. Dankbaar dat ze nu weer bij ons in de kerk kunnen zijn en zorgen voor de toekomst. Na de scan van afgelopen woensdag is geconstateerd dat er nieuwe uitzaaiingen zijn. We mogen voor hen bidden om steun van de Allerhoogste. Dus heel veel sterkte, maar fijn dat jullie bij ons zijn. We bidden voor anderen in onze gemeente waar ziekte is en waar behandelingen plaatsvinden. We dragen allen aan de Heere op en vragen om zijn aanwezigheid en zegen. We bidden om vrede voor mensen in de landen die in oorlog zijn en bidden om dialoog tussen de betrokken partijen. Vanmorgen leidt Paul den Hertog de dienst. Fijn dat je er weer bent, Paul, na je lange omzwervingen over de wereld, naar Australië. Je bent toch weer veilig teruggekomen, dus fijn dat je er weer bent. We beginnen met zingen van of luisteren naar een verjaardagslied voor Teun. En daarna zingen we Psalm 100 uit de nieuwe psalmberijming. We wensen elkaar een goede en gezegende dienst. Goedemorgen. Teun had het lied gekozen, Christ. Maar om nou je eigen verjaardagslied te begeleiden, vond ik helemaal niks. Dus Koert is bereid gevonden om dat te gaan doen. En dan kan Teun er rustig bij zitten. Het is een lied van 3 keer hetzelfde couplet. De vraag is of jullie met z'n allen 3de keer mee willen zingen. Proberen. Christ has nobody now but you. No hands,
door samen te zingen Onze Hulp en Onze Verwachting. Of we gaan verder. Ja, we gaan verder hoor. Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer. Hij die alles maakte, laat niet los wat hij begon. Genade en vrede. We bidden samen tot Heer onze God. Lieve Vader in de hemel, we komen bij u, want waar zouden we anders naartoe gaan? U die ons door en door kent, wat er in ons omgaat. Kwaadheid, verdriet, blijdschap, geruststelling, hoop, vrees. U weet het. We danken u dat we mogen weten dat u er bent door uw Heilige Geest. En ook straks mogen we weten dat u zegt, ik ga met je mee. U bent een God die wezenlijk betrokken is. Dat horen we straks ook in het Bijbelgedeelte. Wij danken u daarvoor. Wilt u met ons zijn en ons uw zegen geven? Of we nu thuis meeluisteren, kijken of hier in de kerk zitten. Wilt u geven dat het goed mag zijn? Dat we weer anders de kerk uitgaan dan we die zijn binnengekomen. En laat uw grootheid en goedheid zien, Heer onze God. Wilt u met heel de wereld zijn waar uw kerk bij elkaar komt. Ook de vervolgde kerk. Mensen die in tijden van oorlog en onderdrukking bij elkaar komen. Mensen die ontrecht zijn. O God, laat uw koninkrijk komen. Alsjeblieft. Er is zoveel wat niet klopt. En ondertussen wilt u bij ons zijn. Wilt u erbij zijn als wij de Bijbel lezen, erover nadenken. En wilt u helemaal in ons midden zijn. Dank u wel voor wie u bent. En voor wat u geeft. Hoor ons ook als we in een moment van stilte persoonlijk bij u zijn.
U bent hoorder van gebeden en intens betrokken. We hebben het net gezongen, Immanuel, God met ons. Geprezen uw naam. Amen. We luisteren naar de wil van God voor ons leven en zingen daarna uit de nieuwe psalmbereiming 25 vers 2 en vers 4. Het is een brief die ik voorlees. Ik ben de Heer die ingreep toen jullie in Egypte geen kant meer uit konden. Jullie zaten volkomen in de knel. En je had geen toekomst. Want je pasgeboren jongetjes werden vermoord. Ik bevrijde jullie. En daarom wil ik dat je niet terugkruipt en andere goden gaat dienen. Zodat je de ellende weer over jezelf heen haalt. Je moet je leven niet wijden aan wat je zelf kunt bedenken of verzamelen. Wanneer je mij, je God, zo buitenspel zet, raak je mij kwijt. En jij niet alleen, maar ook wie er na je komen. Je kinderen en kleinkinderen. Mijn naam moet je niet zomaar gebruiken. Wie mijn naam tussen neus en lippen door laat vallen, doet alsof die naam niets voorstelt. Mensen mogen weten dat waar mijn naam klinkt, ik aanwezig ben en daar iets van verwachten. Denk eraan dat je niet gemaakt bent om altijd maar door te gaan. Wie altijd bezig is, draait dol. Heb respect voor de mensen die verantwoordelijkheid voor je dragen. Je ouders, docenten, de overheid. Wie voor hen geen respect heeft, maakt er een chaos van. En in een puinhoop valt niets te leven. Je moet niemands leven bedreigen, ook je eigen niet. Je moet niemands relatie bedreigen, ook je eigen niet. Je moet niemands bezit bedreigen. Laat die mens er onbezorgd van kunnen genieten. Je moet het leven van je naaste ook niet bederven door roddel en leugen. Voor God staat dat gelijk aan poging tot doodslag. Je moet niet willen hebben wat een ander heeft. Meer is immers toch nooit genoeg. God en je naast dienen met wat je hebt en daarvan genieten. Daar heb je je handen vol aan. Was getekend, de Heere, uw God.
kindermoment, er zijn kinderen genoeg hier. Er zijn allemaal kinderen, dat scheelt. Alleen, ik ga niet een paar naar voren halen of zoiets. Maar het kindermoment is wel goed om te gebruiken voor bij de verkondiging straks. Want we kennen allemaal de programma's als de Rijdende Rechter en Meester Visser, die langskomt. En het is voor mij altijd een smulmoment hoor, elke keer. Ik neem ze op en op mijn tijd ga ik ze kijken. En de bomen die van alles laten vallen en het burengerucht dat er is. En hou op, schei uit. De gekste dingen. Maar je zal een buur hebben die je tergt elke keer. Waar je je buik van vol hebt. En het bloed haalt hij onder je nagels vandaan. Wat moet je met zo'n buurman aan? Een ergerlijk figuur. Een etterbak. Ja toch? Het kan zo verschrikkelijk zijn. Zo verschrikkelijk zijn dat je woningbouwcorporatie er ook bij haalt. Of zelfs de politie. Het is ellendig tot en met. Maar je bent wel zijn buur. Je hebt hem mee te dealen op een of andere manier. Je hoopt dat hij verhuist. Maar als hij niet verhuist, moet je er wat mee. Hoe ga je daar eigenlijk mee om met die etterbak? Of het kan zijn dat je op school of op je werk getergd wordt door een medeleerling of een collega die net jouw gevoelige plekje weet te treffen. Ook zo'n etterbak. Ook zo. Bah! En die verhalen rond, dat hebben we net gelezen, roddel is een vorm van doodslag. En je voelt het opkomen bij je. Wat moet ik nou toch? Nou, we gaan luisteren straks naar de gelijkenis van Jezus. En daar zit meer diepte in dan we zouden denken. En dat helpt ons niet van een kwaaie buurman of een buurvrouw af. Maar het helpt ons wel om goed spoor te houden. En om daar toch verder in te komen. Ik zeg er allemaal vast bij, als je ooit zoiets hebt, overleg altijd met anderen. En wie weet dat een ander jou een geweldige tip kan geven. Maar de belangrijkste tip hoop ik straks te lezen met jullie samen in de Bijbel. We gaan eerst luisteren naar de Bijbellezing. We gaan eerst zingen. Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet, ook met een etterbak van een buurman, zodat de mensen zeggen, God is goed. Oh, het gaat via de beamer. Zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet, zodat de mensen zeggen, God is goed. Zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet, zodat de mensen zeggen, God is goed. Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet, zodat de mensen zeggen, God is goed. Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet, zodat de mensen zeggen, God is goed. Ja, het is gewoon. Nou, de kinderen zat, maar je had een andere leeftijdscategorie op het oog natuurlijk. Ja, prima. De Bijbellezing. Lucas hoofdstuk 10, vers 25 tot 37. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg, meester, wat moet ik doen om een deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoorden, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers
die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook nog een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: zorg voor hem en als u nog meer kosten moet maken, zal ik die u op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: de man die hem barmhartigheid heeft betoond. Toen zei Jezus tegen hem: doet u dan voortaan net zo. Nou, het is een intrigerende vraag die die wetgeleerde aan Jezus stelt. Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Dat is nog niet een vraag die vandaag de dag in het Westen waarin wij wonen gesteld wordt. Een enkel keertje misschien. Maar de mens van vandaag beleeft dat niet zo. Je kunt dingen zelf, je hebt zelf je verantwoordelijkheid om dingen op te knappen enzovoort. En je leeft in het hier en nu. Daar neem je je verantwoordelijkheid. En eeuwig leven en God, ja, het zal wel. Ja, papa en opa, die waren daar misschien wel mee bezig. En er zijn nog mensen die naar de kerk gaan en zo en die de Bijbel lezen. Nou, het is fijn als ze daar wat aan hebben. Maar als je een beetje reëel wilt blijven, dan zeg je: kom op, dat werkt zo niet. Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Maar het is wel de wezenlijkste vraag die een mens zichzelf kan stellen. Waar draait het nou werkelijk om in dit leven? Wat is leven met een hoofdletter? En dat is wat die man hier eigenlijk vraagt. En wij zitten hier in de kerk. En als die vraag nog niet echt goed op ons afgekomen is, zou ik zeggen: laat die vraag eens goed op je afkomen. Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Hoe heb ik het leven in optima forma? De belangrijkste vraag die er is. En die wordt beantwoord in Jezus en in de Bijbel. Nou goed, die vraag wordt gesteld aan Jezus. En wat natuurlijk in die tijd en nu ook nog gewend gebeurt bij rabbijnen, is dat ze een vraag met een tegenvraag beantwoorden. Dat zie je ook steeds in gebeuren. Dus Jezus zegt van: nou oké, dat is die vraag van jou. Wat staat er in de wet geschreven? Vraagteken. Wat leest u daar? Je zou kunnen zeggen: hoe reciteert u daar? Want die wetgeleerde zegt dat elke dag op, waar Jezus nu naar vraagt. En dan antwoordt hij: heb de Heer uw God lief met heel uw hart. Het hart is je plek van waar de beslissingen vallen, de wil. En met heel uw ziel, dat is het psychische van de mens. Heel uw kracht, dat is het fysieke van de mens. En heel uw verstand, het intellect. Dus je complete mens zijn. Heb hem lief met je complete mens zijn. Dat vind je in Deuteronomium 6 vers 5. En uw naaste als uzelf. Dat vind je in Leviticus 19 vers 18. Uit de eerste 5 boeken van Mozes. De Torah. Daar is die wetgeleerde mee bezig. De Torah, die eerste 5 boeken die Mozes overgedragen heeft. Daar leven ze uit. En daar gaat het toch om. Dat is een perfect antwoord en dat zegt Jezus ook. Je hebt juist geantwoord. Doe dat en je zult leven. Fijn man. Volgende vraag, bij wijze van. En dan staat er: maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen. Wat zit daarachter? Hij wilde zijn gelijk halen. Hij wilde zich rechtvaardigen. Wat zit daarachter? Nou,
Die wetgeleerde komt niet zomaar met deze vraag bij Jezus. Dat blijkt uit het stukje dat hiervoor is. Wat hiervoor gebeurt. Hoofdstuk 10 vanaf vers 9. Jezus heeft dan leerlingen uitgestuurd. 72 of 70. Dan heeft hij tegen die leerlingen, zegt hij, genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Nou, dat zijn hoge woorden. Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg, zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, schudden we van ons af en laten we bij u. Maar bedenk wel, het koninkrijk van God is nabij. Ik zeg jullie, het lot van Sodom, dat was de meest heidense stad die ze zich voor konden stellen. Het lot van Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan het lot van die Joodse stad. Wee Chorazin, nog een Joods plaatsje. Wee Bethsaida, nog een Joods plaatsje. Want als in Tyrus en Sidon, heidense plaatsen, de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan waren de inwoners van die steden al lang, gehuld in een boetekleed, in het stof gaan zitten en waren ze tot inkeer gekomen. Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij, Kvardagum, dacht jij tot in de hemel verheven te worden? In het dodenrijk zul je afdalen. Wie naar jullie, de leerlingen van Jezus, luistert, luistert naar mij, Jezus. En wie jullie afwijst, wijst mij, Jezus, af. En wie mij, Jezus, afwijst, wijst hem af, God de Vader, die hem gezonden heeft. Wat was die wetgeleerde nijdig geworden van deze woorden? Jezus identificeert zich met God. God is zijn vader, zegt hij. En we staan op gelijke voet. Als het tegen mijn leerling is, is het tegen mij. En als het tegen mij is, is het ook tegen hem. God de Vader. En als je niet naar mij luistert, gaat het helemaal fout met je. Kom je het koninkrijk van God niet binnen. Wat denkt die Jezus uit het noorden van Israël wel, uit dat miserige stadje Nazareth? Wat verbeeldt hij zich nota bene? Hij denkt dat hij belangrijker is dan de wet van Mozes. Maar daar moeten we naar luisteren. Niet naar die Jezus, dat is een charlatan. Het is een gemene bedrieger. Dat is aan de orde. Woest is die. Jezus matigt zich God aan. Die grenzen stelt aan wie het koninkrijk binnenkomen. En wie niet, waar haalt hij de euvele moed vandaan? Vandaar dat hij zijn gelijk wilde halen. Want er klopte voor zijn beleving helemaal niets van. En daarom weer een wedervraag. Wie is mijn naaste? Eén ding wist deze man al. Jezus, hoewel die Jood was, was zijn naaste niet. Als iemand zo godslasterlijk is, dan hoort hij niet bij het volk van God. Dat was punt 1. En wie is mijn naaste? Hun definitie was normaal gesproken, alle die bij het volk van Israël horen, of erbij gekomen waren, zoals Rahab. Oké, die horen erbij. Maar anderen niet. En er waren zelfs hardliners die zeiden, zelfs als een Samaritaan zich proseliet wordt en bij het Joodse volk komt, dan is hij toch mijn naaste niet. Dat waren de hardliners nog eens een keertje. Nou, dus wie is mijn naaste? Dat zou hij dan wel willen weten. Kijk of hij Jezus nu alsjeblieft toch een keertje kan vangen. En toen vertelde Jezus hem die gelijkenis. Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho en dat heette de Bloedweg. Waarom de Bloedweg? Het was een handelsroute. Het was een belangrijke stad ook, Jericho. Het was door onherbergzaam gebied. Vrijheidsstrijders had je genoeg in die tijd. Onder andere de Zeeloten, die tegen de Romeinse overheersing streden.
En die moesten natuurlijk geld binnenkrijgen. Dus dan ging je mensen beroven. En liefst handelsreizigers. Daar valt nog eens wat te halen. Dus de Bloedweg heette die weg. 28 kilometer. En nou, die man loopt daar en die wordt overvallen. En hij wordt in elkaar geslagen tot en met. Zijn kleren worden van hem afgenomen en daar ligt hij dan. En hij liet hem half dood liggen, staat er, maar je zou het ook zo kunnen vertalen in het Grieks. Hij ligt er voor dood. Hij kon ook wel dood zijn. Dat kon best. Misschien leefde hij nog, maar het was niet best zoals hij erbij lag. Doodstil ligt hij daar. En er komt er net een dominee langs. En die gaat in een ruime bocht om die man heen. Misschien dacht hij wel, die rovers kunnen er nu ook nog zijn. Wegwezen hier. Ben ik met die man straks bezig? En dan komen ze mij nog eens een keertje beroven. Aan mijn lijf geen Polonaise. Wegwezen hier, gevaarlijk gebied. Of, is ook wel eens geopperd, ja, hij moest misschien dienst doen in de tempel. Nou, dat klopt niet, want hij ging van Jeruzalem naar Jericho. Dus dan ga je al met de rug naar de tempel. En in het Grieks staat ook het woordje afdalen. Hij daalde af. En je daalt af van Jeruzalem naar Jericho. En dan nog zou de rotsmoes geweest zijn. Dan kun je zeggen, ja, als die man nog leeft en je kan zijn leven redden, is dat belangrijker dan jouw tempeldienst. Dat is maar jammer. Dan doe je maar geen dienst in de tempel. Maar een mensenleven is belangrijker. Hoe dan ook, met een grote boog gaat hij eromheen. En dan komt er een ouderling of diaken langs. En ook met een grote boog eromheen. En dan zegt Jezus, komt er een Samaritaan aan. En ik zie die wetgeleerde al een beetje glimlachen. Hij zegt, oh, nou weet ik hoe dat gaat. Want die Samaritanen, daar hadden ze niet zoveel mee op in Israël. Ze noemden ze helle kinderen. Kinderen van de hel. Ze hadden hun eigen bijbeltje, ook die eerste vijf boeken van Mozes. Maar dat was nog flink uitgedund ook. Maar niet eens een half bijbeltje eigenlijk. Van de Torah. En ze hadden hun eigen heiligdom. Ze hulden met de Romeinen. Vanaf 722 voor Christus hadden ze zich vermengd met de bevolking die er was. De heidense bevolking. Dus nou ja, ze waren dus ook geen naasten. Ze deugden voor geen kant, die lui. En om te weten hoe diep die haat zat, als je een stukje land of grond had of een huis, dan kon je dat aan iedereen verkopen of verhuren, maar nooit aan een Samaritaan. Dat deed je niet. Het waren de outcasts. In een rechtbank konden ze ook niet meedoen. Nooit getuigen. Het zijn geen betrouwbare getuigen. En als je nou een Samaritaanse vrouw aan het bevallen zou zijn. En de buurvrouw is niet Samaritaans. En die Samaritaanse vrouw zegt, help je even. Dan zou die vrouw zeggen, dat doe ik niet, want jij bent een Samaritaan. Geen assistentie van mij. Je mocht ook geen dieren verkopen aan een Samaritaan. Behalve als hij ziek was of een gebrek had. Dan kon je zo'n mooie loer draaien. Daar was het nog net nog goed voor. Helle kinderen waren het, anders niet. En dat kun je ook lezen van de leerlingen van Jezus, hoe ze tegenover hem staan. Ook weer het stukje ervoor, hoofdstuk 9, vers 51. Daar begint trouwens een nieuw gedeelte in Lucas. Het begint met toen de tijd naderde dat Jezus in de hemel zou worden opgenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Dus hier is de inzet al van, daar is het lijden, het kruis en de opstanding en de hemelvaart. Dat is de spanning van wat er vanaf hoofdstuk 9, vers 51 gebeurt. Nou, dat was zo en Jezus stuurde boden voor zich uit en in een Samaritaans dorp waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilden de dorpelingen hem niet ontvangen omdat Jeruzalem het einddoel van zijn reis was. De hardheid was wat dat betreft wederzijds. En toen de leerlingen Jacobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze, Heer, wilt u dat we vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren? Die helle kinderen. Ziet u wel hoe ze zijn? Maar Jezus draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht.
Johannes, de apostel van de liefde. Tja, het heeft hij over liefde veel geschreven later. Maar hij zegt ook, moet er maar vuur uit de hemel komen? Zullen we erom bidden? Om het te verteren? Die lui deugen voor geen enkele kant. Verschrikkelijk volk. Nou, dus die wetgeleerde hoort Jezus zeggen. En toen kwam die Samaritaan eraan en dacht, nou, die komt misschien wel naar hem toe. Dat zegt Jezus ook. En dan zal hij nog de laatste schop verkopen die zijn dood zal veroorzaken als hij niet dood is. Zo zijn ze wel, die Samaritanen. Kijk, voel je de haat, hè? Dat zou je zomaar voor kunnen stellen of hij dat nog dacht. Maar er gebeurt heel wat anders. Hij ging naar de gewonde man toe en goot olie ter verzachting van de wonden en wijn ter desinfectie van de wonden. En verbond ze, hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. Waarschijnlijk was dat in Jericho, want onderweg was er waarschijnlijk geen logement in die tijd. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei, zorg goed voor hem en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Nou, een denarii is een dagloon. Die handelsreiziger is al een dag kwijt omdat hij die man helpt en naar het logement brengt. En dan geeft hij nog eens een keer 2 daglonen weg. Dus een half weekloon is er al naar de haaien. Dat heeft die Samaritaan er al voor over. En Jezus vraagt dan, wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden? Dat is intrigerend al, hè? De vraag was, wie is mijn naaste? Is het die en die niet en die wel en die kan het misschien nog worden, maar wie? Ik wil u even helpen de vakjes te vullen, Jezus. Wie is nou wel mijn naaste en wie is niet mijn naaste? En Jezus vertikt ten ene male om een categorie aan te wijzen. Hij doet het niet. De vraag aan die man is dus niet, de antwoord aan die man is niet van die is wel en die is niet je naaste. Je zou kunnen gezegd hebben, alle mensen zijn je naaste, dat blijkt uit het antwoord wel. Maar dat is ook niet het goede antwoord voor Jezus. Hij zegt, ik wil dat gewijs niet naar die en naar die, wie het wel en niet is. Die vinger, daar mag je mee wijzen. Maar naar jezelf. Van wie van deze 3, wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? Ben ik, dan gaat die vinger naar jezelf, naaste geworden van. Naar het lied wat we net zongen voor Teun zijn verjaardag. Zijn handen zijn zijn voeten zijn ogen. Ben ik de naaste geworden van. Het gaat niet om die ander. Je verhalen zat over, het gaat om jou. Wie ben jij? Wat heb jij gedaan? Ben jij de naaste geworden van die ander? Van die etterbak van een buurman? Oh ja, die buurman. Of die collega, of die medeleerling. Ben ik naaste geworden van die ander? Zeg niet, ben je vriendjes geworden en ga je samen op vakantie? Maar ben je naaste geworden van die ander? Jij, het gaat om jou. Het antwoord wat die man geeft is wel heel erg mooi eigenlijk. Nou, in één zin is heel erg. Hij zegt niet die Samaritaan, dat woord krijgt hij niet over zijn lippen. Maar hij zegt de man die hem barmhartigheid heeft betoond. En dat woord is wel heel belangrijk, want daar draait het nou net om in de Torah. In die 5 boeken van Mozes. Als het over de wet gaat. Dat er barmhartigheid bewezen wordt. Daar gaat het om. En nou naar een heel belangrijk woordje. Er is een beetje overheen gelezen nog. Een Samaritaan echter, vers 33, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Dit woordje medelijden, als dat in de evangelie wordt gebruikt,
wordt het alleen gebruikt voor Jezus en voor God. Met andere woorden, Jezus zegt met zoveel woorden, die Samaritaan, daarmee kun je aan mij denken. En toen Jezus uit de hemel naar de aarde kwam, was zijn vraag niet, wie is mijn naaste? Als Jezus dat gevraagd had, was hij niet eens gekomen. Ondoenlijke zaak. Ze moeten hem niet. Weg met hem. Kruisig hem. Het was de vraag van Jezus niet. Maar hij is de naaste geworden van ons. Als er iemand medelijden heeft, met ontferming bewogen is, dan is dat God. Dan is dat Jezus. En nou naar die etterbak van een buurman. Als ik heb ontdekt dat Jezus zijn leven voor mij heeft gegeven, dat hij met ontferming bewogen was met mij, dat hij mij uit de duisternis geroepen heeft tot zijn heerlijke licht, dat hij me verlost heeft van mezelf, van de dingen die fout waren, en dat hij me richting geeft in mijn leven, dat ik van hem ben, dat hij me nooit los zal laten. Kan ik dan zelfs van mijn buurman zeggen dat het een etterbak is? Denk het niet. Wat zal ik dan als eerste gaan doen? Bidden voor mijn buurman. Misschien wel danken voor hem. Dat is een stukje moeilijker. Zou die man alleen maar verkeerde dingen doen? Zou die dingen soms ook niet goed bedoelen? Ja, maar wat hij uitvreet, ja, ik weet het. Het kan heel erg zijn. Maar het woord etterbak. Nee. Bidden. Bidden voor hem. En daarom moet ik inderdaad vragen aan anderen. Wat moet ik met deze situatie aan? Hoe kan ik het handelen? Want ik moet toch overleven. Maar als die man ineens een hartstilstand krijgt, als hij staat te tieren in zijn tuin tegen jou, gaan we hem dan helpen of niet? Ben je de naaste geworden van je buurman? Ben je geïnfecteerd, om het zo te zeggen, met het medelijden van God en van Jezus, die jou zo heeft lief gehad, dat je zegt, ik ben er ook voor jou. Zij zagen trouwens Jezus ook als Samaritaan, weet je dat? In Johannes 8, vers 48 lees je, de Joden riepen, zeggen we soms ten onrechte dat u een Samaritaan bent en dat u bezeten bent? Precies. Zo ging de roddel al. Die Jezus is een Samaritaan. Bezeten. Hij deugt niet. En toch zegt Jezus, ik geef mijn leven voor die mensen die mij zo grof en bruut afwijzen. Die zo onbarmhartig tot en met zijn. Maar mijn barmhartigheid, mijn liefde is groter. Ik hou van ze. Hoezeer ze me ook dood wensen en dood zullen maken. Ze vermoorden me, ja. En toch hou ik van ze. En ik geef mijn leven voor hen. Dat geeft spoor aan dat ik naaste kan worden van een buurman of buurvrouw of collega of medeleerling of wat dan ook, die me tergt, die het bloed onder mijn nagels vandaan vindt, waar het moeilijk van is, dat ik eerst naar Jezus kijk. Het is volbracht. Ook voor jou. Die vraag van die wetgeleerde, wat moet ik doen? Dat is typisch, die wetgeleerde. Ik moet zoveel dingen doen. Ze hadden 613 geboden en verboden nog gedestilleerd uit de 5 boeken van Mozes. En van alles en nog, wat moet ik doen om eeuwig leven te hebben? En eigenlijk zegt dit gedeelte dat Jezus zegt, mag ik jouw naaste zijn?
mag ik jou helpen? Mag ik jou verlossen? Mag ik jou het eeuwige geluk geven? Dat is het belangrijkste van alles. Wat er ook in je leven gebeurt, dat eeuwige geluk met mij. Mag ik dat aan jou kwijt? Ik hou van je. Ja, maar ik ken je door en door. Ik hou van je. Hij kwam om barmhartigheid te bewijzen. En dat doet hij nog steeds. Mag ik jou helpen? Mag ik jouw naaste zijn? En dan helpt God je meer en meer om ook naaste te worden van anderen voor wie het lastig is. En in de Bijbel zie je die dingen ook gebeuren. Eigenlijk bij Jezus al. Judas gaat hem verraden. En hoe spreekt Jezus Judas aan? Verrader? Nee. Vriend. En later heb je Paulus, die de vervolging inzet. En de eerste dode is Stefanus. En hij is de leider van de troep die hem doodt. En Stefanus roept uit, waarbij hij ook naar Paulus kijkt. En zegt, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En een poosje later grijpt God Paulus in de kraag en brengt hem in de heerlijkheid. En dan wordt een verkondiger van het evangelie van de opstanding van Jezus. En als dat net gebeurd is, komt hij in Damascus en dan roept God Ananias, iemand van de christelijke gemeente, hij zegt, ga naar hem toe, hij gaat hem dopen. Paulus, zegt hij, dat is het paard van Troje natuurlijk. Ik weet wat hij in Jeruzalem heeft gedaan. Hij vervolgt de gemeente en dan probeert hij hier in te komen. Dan kan hij zien hoe de netwerken eruit zien en dan gaat hij hier ook allemaal uitroeien. Nee, zegt God. Het is goed met hem. Ga naar hem toe. Dat is het eerste wat Ananias zegt tegen hem. Hoe spreekt hij hem aan? Broeder. Broeder. Ja. Dat is wat God teweeg brengt. Door zijn barmhartigheid. Die aan jou is gebeurd. En daar ligt de krachtbron om naaste te worden en te zijn van zoveel in onze omgeving. En dat je zo je licht laat schijnen bij alles wat je doet, zodat de mensen zeggen, God, God is goed. We gaan zingen uit Liedboek voor de Kerken. 169 of 3 tot met 6, over onze eigen situatie en wat God eraan heeft gedaan en hoe hij ons gebruikt. Ook zijn medelijden komt aan de orde.
bidden en we danken tot onze God. Wat een enorme liefde hebt u voor ons gehad en nog, lieve Vader in de hemel. Wij die Jezus afwijzen van onszelf. Die zeggen, ik heb geen verlossing nodig. Hij, net als die wetgeleerde, had genoeg aan zichzelf. Hij hoefde niet. Helemaal niet naar Jezus luisteren. Mensen die anderen vervolgen omdat ze van Jezus houden, zoals Paulus. En u komt met uw liefde. U houdt van ons. U houdt van elk mens op de wereld. Hoe verschrikkelijk ook. En u wilt dat alle het eeuwige geluk zullen vinden. Hun vertrouwen zullen stellen, dwars door alles heen, op u. Help ons, Heer onze God, om die belangrijkste vraag goed te beantwoorden. En als u dan zegt, mag ik jou helpen? Mag ik jou het echte leven geven? Wat je dwars door alles heen helpt. Dat we dan niet anders kunnen dan zeggen ja. Ik weet het ook al niet. Ik heb vragen zat. Ik weet het niet precies. En ik maak ook steeds fouten. En wat, geeft niks, zegt u. Kom maar. Ik pak je bij de hand. Je bent nooit meer alleen. Ik ben bij je. Ik ben die ik ben. En ik laat je nooit en nooit, nooit los. Daar moeten we het van hebben. Hoor ons in een moment van stilte. Als we bij u brengen de moeite die we hebben, misschien met een buurman, collega, medeleerling of wie dan ook, iemand uit de familie, waar wij niet goed mee om kunnen gaan. Help ons om steeds naar Jezus te kijken. Die niet vroeg wie is mijn naaste. Maar mijn naaste werd. Die er altijd voor me is. Dat ik zo ook uw beeld mag vertonen. Door uw woord en door uw geest. Vul ons met uw liefde. U weet hoe moeilijk het is, hoe vaak we zullen struikelen. Maar help ons om toch maar te gaan. En geef ons inventiviteit, misschien samen met anderen, om te weten hoe we uit een situatie ons het beste kunnen redden. Maar dat uw liefde bepalend is. Dat die ons leiden mag. Want haat brengt alleen maar tegenhaat. Dat kan niet goed zijn. Wees zo met heel de wereld waarin we leven, waar zoveel haat is. Waar zoveel jongeren en kinderen op moeten groeien in tehuizen. Omdat ze thuis niet kunnen wonen. Niet veilig voor ze is. Die weet ik hoe lang misschien al uithuizig zijn geweest. En dan verhuizen elke keer maar weer. Wees met zoveel die een moeizaam leven moeten leiden. Misschien voornamelijk nog wel door de schuld van anderen. Het kan ook zijn door eigen schuld of een combinatie. Ontfermt u zich en helpt u ons om ons te ontfermen aan mensen in onze omgeving. Wij bidden u dat er alsjeblieft een goede dialoog op gang mag komen waar oorlog is en haat. En dat er goede oplossingen mogen komen. En dank u dat in heel uw kerk daarvoor gebeden wordt. We danken u voor Teun die vandaag zijn verjaardag mag vieren, 70 jaar. En het belangrijkste daarin, dat God in Jezus met hem was en is en zal zijn.
Als Jezus er niet is, als hij niet bij is, dan heb je niks. Dat is het belangrijkste. Dank u wel voor wat u gaf aan hem, aan alle die hem lief zijn. En ook wat u in hem gaf. Ook voor onze gemeente hier, maar ook mensen overal. En zegen hem en maak hem tot een zegen. We willen denken aan Erik-Jan en Danielle, Lucas, aan de Fleur. We hoeven niks uit te leggen, u weet het al lang. Maar we leggen hen allemaal in uw handen neer. En we bidden om uw medelijden. Om uw kracht. Dat ze mogen merken dat u erbij bent. En het beste geeft wat er is. Wees zo met alle die met ziekte en ernstige ziekte te maken hebben. En de mantelzorgers. Mensen die de weg kwijtraken. Letterlijk, figuurlijk, geestelijk. U weet het. Wees met hen die verdriet hebben te verwerken. Alles is misschien al heel lang geleden, maar dat maakt niet uit. Die lege plek is er. Laat uw koninkrijk komen. Kom dichtbij. Laat uw grootheid zien. Houd ons vast. Houd ons vast. Dicht bij u. We danken u voor wie u bent. En voor wat u geeft. Hoor ons in de naam van Jezus die gestorven is, maar is opgestaan en leeft. Geprezen uw naam. Amen. We willen staande ons geloof belijden en dan zingen we: hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Met heel de kerk van Christus, waar die ook is, hierboven, mensen aan wie we nu ook denken, mensen in zoveel landen en mensen ook nog die Jezus nu nog niet kennen, maar straks hem zullen leren kennen. Wie weet, misschien die buurman wel. Met heel die kerk belijden we ons geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. Schepper van hemel en van aarde en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, zonder Pontius Pilatus gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. Maar op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven.
We mogen de zegen ontvangen. En voor deze keer, maar misschien wel voor vaker. Misschien mogen we denken aan mensen in onze omgeving. Misschien die ene buurman, buurvrouw, collega, waar we in het gebed ook met God gedeeld hebben. En dan, met dat wij de zegen ontvangen, dat het gebed is, dat op een of andere manier die zegen er ook mag zijn voor hen. De Heere zegen u. En hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. En geef u vrede. Amen.